Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Studenten Stemwijzer. Vandaag interview ik samen met mijn mede-interviewer Abel Sigrid Kaag, lijsttrekker van D66. Wat fijn dat u er bent. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Heel goed, dankjewel. Ja? Ja. De campagne loopt goed? Ik hoop het wel, ja. Nou, we zijn druk bezig natuurlijk. Het is anders. We doen veel op Insta, we doen veel online. Ik vertelde jullie net dat ik Clubhouse voor het eerst heb gedaan. Dus we roeien met de riemen die we hebben dankzij de nieuwe technologie. Ja, dit doe ik veel vanuit huis nu. Ja, absoluut. Ik werk al maanden eigenlijk vanuit huis. Dat kan ook heel makkelijk. Voor Brusselse overleggen, weet je, als je echt de vlag naast je moet hebben dan en de juiste inlogcodes, dan doe ik het vanaf het ministerie. Maar er kan veel meer van huis dan we denken. Ja, heeft u nu ook kinderen thuis zitten? Of? Ik heb mijn jongste, die heeft net had een gap year en die kon natuurlijk nergens naartoe. Maar die had ook nog een vak wat ze moest halen, dus dat heeft ze nu onlangs gedaan. En die wacht met smart tot ze aan de studie kan beginnen. En verder zijn kinderen af en aan thuis. Maar mijn kinderen zijn, net zoals veel andere jonge mensen, studerend op kamers, achter dat schermpje zitten. Ja. En maar turen. Het is niet voor iedereen. Nee. En we zitten natuurlijk bij de studentenstemwijzer. En we willen het eerst ook eventjes hebben over hoe u was als student. Uh-huh. Dus wij beginnen met het vuurpeloton. Okay. Dat zijn zes duivelse dilemma's. En de truc is dan eigenlijk om zo snel mogelijk te reageren. En dan daarna mag u een paar nuances inbrengen natuurlijk. Okay. Dus laten we beginnen met de eerste. Nederlands of Brits studentenleven? Nederlands. Studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. Diplomaat of politica? Allebei. Nee, één van de twee. Eén van de twee. Ik ga in het nu, politica. Oké. Voor eeuwig in Nederland of voor eeuwig in het buitenland? Wat voor vragen zijn dat, jongens? Oké, voor eeuwig vanaf nu in Nederland. Oké. Eerste vrouwelijke premier, maar dan van FVD? Of weer een mannelijke premier? De beste premier, en die zal nooit van FVD komen. Ik verzet me tegen FVD. Maar. Dus dat is de tweede optie. Een andere mannelijke premier, maar nooit FVD. Oké. Okay. Ja. Zaterdagavond uit of ik zondag... verzet me twee keer tegen die andere optie. Okay. Zaterdagavond uit of zondagochtend in de kerk? Zaterdagavond uit. Je kunt namelijk ook als je wilt zaterdag voor je dat je uitgaat naar de kerk, als je dat wilt. Ja, dat kan op zich wel. Maar wilt u nog nuance brengen? Bijvoorbeeld in Nederlands en Brits studentenleven, dat ging eigenlijk wel goed. Maar dat stukje over FVD? Nou ja, weet je, ik sluit sowieso elke vorm van samenwerking met Forum voor Democratie uit. Het gedachtegoed. Nou, het laatste natuurlijk wat we weer hebben gezien, uitspraken over het tribunaal van Nuremberg, het antisemitisme wat binnen de partij leeft en natuurlijk ook de vrouwenhaat. Ik bedoel, het is een waslijst van hier tot Tokio. En wat mij betreft is het onverklaarbaar waarom VVD en CDA nog steeds met ze samenwerken in Brabant. Ik zie geen verschil in de samenwerking of je het nou lokaal, regionaal of nationaal doet, niet. Ja, dus zelfs als we dan voor een vrouwelijke premier zouden kunnen zorgen, dan... Het gedachtegoed van de partij. Ja. Dat is voor mij de barrière. Dat is een no-go. Ja, oké. Want als we kijken naar de campagne van D66... is het best wel een beetje op een Amerikaanse manier vooral gefocust op de partijleider of op de lijsttrekker. Op u. Heb je de campagne van de VVD gezien? Ja, zeker. Nee, dat is waar. Maar ja, er wordt eigenlijk wel veel benadrukt dat de tijd rijp is voor een vrouwelijke minister-president. Maar denkt u dan dat het beter is om te benadrukken dat er wel verschillen zijn tussen een vrouwelijke of een mannelijke lijsttrekker? Of denkt u dat we gewoon, of tenminste minister-president, of denkt u dat we gewoon moeten doen alsof er geen verschil is? Volgens mij zijn er drie dingen. Je kijkt naar het team van vrijwilligers wat in Team Kaag zit. Een aantal daarvan richt zich daar terecht op. Want we hebben in Nederland eigenlijk een absurde periode, al sinds 1848, dat we altijd een man aan de macht hebben gehad als premier. En veel landen om ons heen zijn al lang veel verder. Ja, ook conservatievere landen. Ook veel conservatievere landen. Mijn eigen campagne, die voer ik op de inhoud. En mijn ervaring. Maar de inhoud is de kansongelijkheid, de klimaatcrisis, de aanpak daarvan en natuurlijk ook het belang van woningbouw en versterking van de rechtsstaat als een al overkoepelend iets. Verder ben ik natuurlijk wel iemand, ik ben mens, zeg ik altijd. Ik ben moeder, ik heb 4 kinderen en ik heb 30 jaar ervaring, ook op het wereldtoneel. En ja, laat het eens tijd worden, ook voor een vrouw in Nederland. Oké, dus als we dus wel kijken naar een focus op... Ja, dus wel een vrouwelijke, mogelijk een vrouwelijke minister-president. Wat zou u dan bijvoorbeeld anders doen als we kijken naar uw identiteit als vrouw dan Mark Rutte? Stel, hij zou nog een keer...
Nou, wat ik sowieso anders zal doen. Ik deel mezelf niet op in het deeltje wat vrouw is en wat moeder is. En je bent één geheel als pakket. Hè? Wat ik anders zou doen, is ik zou duidelijke keuzes maken. Ik vind leiderschap belangrijk op het moment ook dat het toe doet en dat het moeilijk is. Dus dat je niet kijkt waar de peilingen gaan. Of dat je niet kijkt van, oh, is er al voldoende draagvlak? Oh, weet je wat, dan ga ik achter de kudde aanlopen. Ik vind Angela Merkel wat dat betreft een veel sterker voorbeeld. Die laat zien dat op de momenten dat jij verschil moet maken, je moet uitspreken voor een keuze, dat je dat durft te doen en dan aan mensen uitlegt waarom het zo belangrijk is. Zelfs het impopulaire, dat is leiderschap. Idealiter is het merendeel van de mensen het met je eens. Maar het is vaak niet zo bij moeilijke keuzes. Ja. Dat zou ik anders doen. Dat zou je anders doen. Oké. Okay. Wat iets groters in politiek is beeldvorming. En aan iedere partij die daar hangen stereotypen aan. Wat is het stereotype wat nou aan uw partij hangt? Nou, we hadden het er laatst weer over. Natuurlijk bij ons door de decennia heen. Grappig genoeg is het makkelijkste label te hangen dat we elitair zijn en een partij voor hoogopgeleide. Mm-hmm. Het is zo dat een deel van onze kiezers een goede opleiding hebben mogen genieten. Maar het andere deel van het verhaal is dat wij ons juist inzetten voor de kansgelijkheid van iedereen door onderwijs. Door kansen op de arbeidsmarkt, door het echt tegengaan van discriminatie. Dus wij staan voor de ultieme gelijkheid van iedereen in onze maatschappij. Ja, en dat is niet elitair. Dat is gaan staan voor de grondwet en daar uitvoering aan geven. Ja, maar als je, er stond van de week een artikel in de NRC waarin de achterban van andere partijen onder de loep werd genomen. En daaruit bleek dat D66 eigenlijk de kleinste groep van lager opgeleide of praktisch opgeleide achterban had. Is dat een probleem? Nou, het is natuurlijk ontzettend jammer, want wat ik net zei, als je kijkt naar ons verkiezingsprogramma, waar wij voor staan en waar we ons voor inzetten, bijvoorbeeld het toegankelijk maken van betaalbare woningen, inclusief sociale huurwoningen, het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de belasting op arbeid. Oftewel, iedereen die werkt, moet er beter op worden. En we willen bijvoorbeeld de belasting op kapitaal, op echt vermogen, wat de ongelijkheid in Nederland zo doordrukt, dat gaan we verhogen. Nou, dat is nou niet bepaald iets wat je doet om de rijkere mensen te plezieren. Je doet het voor het merendeel van de Nederlandse bevolking. Dus het is jammer dat op een of andere manier heel vaak onze ideeën niet altijd dezelfde weerklank vinden. Ja. Maar we zijn altijd een partij van de toekomst. Wij geloven in oplossingen. Dus wij gaan gewoon moedig voorwaarts. Daar zijn we voor opgericht en daar gaan we ook voor door. Maar dan ligt het dus eigenlijk meer misschien aan de beeldvorming dan aan de ideeën, neem ik aan. Want de ideeën hebben we. Ik denk dat wij de meest ideerijke en innovatieve partij zijn aan ideeën. Dat maar die ideeën komen dus niet over. Nou ja, weet je, dat is het tegenwoordig in een heel gefragmenteerd politiek landschap sowieso is het lastig. Ik denk dat partijen elkaar over en weer labelen en dat beeld wordt dan uitgedragen. En natuurlijk heb je tegenwoordig via sociale media dat we allemaal toch meer in een soort eigen bubbeltje vastzitten. Dus als je zegt binnen de samenleving sowieso, neem D66 even uit het verhaal, zitten we allemaal veel meer vast in onze eigen kringetjes, in ons eigen verhaal. En dat is een groot risico. Ik heb liever dat mensen zeggen waarom ze niet op ons stemmen en zeggen, nou, belachelijk idee. Ja. Dan dat ze eigenlijk nooit hebben geweten dat wij juist staan voor meer geld naar de kansarme scholen. Meer geld om de kansarme wijken te versterken. En dat wij niet kijken naar de postcodeveiligheid, zoals sommige andere partijen, tussen aanhalingstekens. Ja, weet je, ga er maar aan staan. Wij gaan gewoon door. Het is aan ons om het verhaal anders over te brengen, mensen te bereiken. Ja, wij stellen altijd een paar dagen voordat we de lijsttrekker interviewen een vraag op onze social media, op onze Instagram. Wat zouden onze volgers vragen aan de lijsttrekker in kwestie? En het antwoord wat wij best wel veel kregen was waarom verloochent D66 hun principes in de coalitie en in onderhandelingen. En de Moria-deal werd veel gebruikt als voorbeeld. Wat zegt u daarover? Ja, nou, waarom verloochenen wij onze principes? Ik denk dat wij heel transparant zijn. Wij hebben een eerlijke inzet. Stapje terug. Wij zijn in deze conservatieve formatie gegaan, inderdaad om verantwoordelijkheid te nemen. Wat bijvoorbeeld de GroenLinks gewoon niet heeft gedaan. De makkelijkste weg is wegblijven, aan de zijkant gaan staan. Mm-hmm. Wij hebben dat gedaan. We hebben het pensioenakkoord bereikt, juist ook voor de jongere generaties. We hebben de klimaatwet bereikt en het klimaatakkoord. Dat is echt de toekomst, vooral voor jongere mensen. Ik ga het misschien niet meer meemaken, maar het is voor jullie allemaal. En natuurlijk het belangrijkste inderdaad is om te vechten en nog te blijven staan voor een humaan migratiebeleid. Daar hoort bij een humaan asielbeleid.
Is het makkelijk geweest? Absoluut niet. Zijn wij er trots op? Nee, dat zal je ook Gert-Jan Segers horen zeggen. Maar de keuze op dat moment was helemaal niemand meer naar Nederland kunnen krijgen, omdat gewoon binnen het parlement 70% van de partijen die willen niets. Die willen dat bijna niemand opnemen. Maar het is toch bij de Moria deal zo geweest? Maak me even af. Of de keuze was niemand, of het regeerakkoord openbreken. Een beetje een saaie term, maar dat is dan de afspraak. En nog 100 mensen kunnen krijgen. Maar voor ons is dat niet iets waarvan we zeggen, oh, wat een prachtdeal, verre van. Dat heb ik ook altijd gezegd. Wij zetten in op jaarlijks 5000 asielzoekers naar Nederland halen, als wij met een progressieve coalitie kunnen regeren. Maar je hebt niet al je partners voor het uitkiezen. Zij vinden ons weer veel te liberaal. Ze vinden dat wij veel te vrij omgaan met dit soort thema's. Wij staan hiervoor. Het is niet verloochenen. Het is niet altijd helaas je zin kunnen krijgen zoals je hem zelf voor je ziet. Maar u zei net, vanaf de zijlijn kun je schreeuwen, ja, maar je kan ook mee regeren. Ja. D66 is toch opgericht ook om aan de zijlijn te staan en eigenlijk de regering een beroep te doen erop om beleid te veranderen. Maar we hebben eerder geregeerd en je bent natuurlijk niet eeuwig als partij. Wij zijn geen agenderingspartij alleen en we zijn ook geen clubje activisten. Wij zijn opgericht voor vernieuwing in de politiek. Maar daar hoort ook bij dat je op gezette tijden natuurlijk, wanneer het kan, als je genoeg zetels hebt, dat je meedoet. Maar je moet iedere keer de afweging maken of je liever in de oppositie blijft of gaat weer, of dat je mee wilt regeren. Denk ik, onze inzet is weer regeren, omdat wij denk ik ontzettend belangrijk zijn als een tegenstem, als een tegenwicht. En ja, de grootste investering in onderwijs is er alleen dankzij D66. Zou je ook weer gaan regeren in... Sorry, zou u ook weer gaan regeren in... Mag je in me tutoyeren, hoor. Ja, ik vind het heel lastig. Zou je ook weer mee gaan regeren als er weer een nieuwe conservatieve coalitie komt? Want dan kun je weer zo'n Moria-deal krijgen. Nou, dit wordt natuurlijk een van de vele grote keuzethema's. Maar dit is niet de enige. Dus iedereen kan je vragen, gaat u dit doen of gaat u dat doen? Mijn inzet is dat wij de grootste worden, zo niet zo groot mogelijk. En dat we idealiter met een progressieve formatie aan de slag kunnen. Maar eerlijk gezegd, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld het klimaatakkoord, de klimaatwet. VVD en CDA hadden bijna niets daarover in hun verkiezingsprogramma. Mm. En ze hebben het wel ondertekend. Alleen wij vinden het niet ambitieus genoeg. Datzelfde kan je zeggen bijvoorbeeld over de breedte van migratie. Kijk, asielbeleid is één onderdeel van een veel breder migratieverhaal waar we het over moeten hebben. We moeten echt de partijen gaan beoordelen op welke keuzes ze willen maken aan die onderhandelingstafel. Dat is nu lastig te zeggen. Kijk, Rutte doet bijvoorbeeld onze investering in onderwijs, die we jaarlijks willen hebben van 10 miljard, doet hij af als een formatiedingetje. Nou, voor ons is het dat niet. Het is ontzettend belangrijk wat er gaat gebeuren met kinderen, jonge mensen en studenten en wat hun kansen zijn. Dus dat is een grote kwestie. Laten we dan doorgaan naar de inhoud wat meer. Toch? Ja. Ja? Ja, zullen zeker we bij corona beginnen? Alles is inhoud. Alles is inhoud. Nu meer verkiezingsinhoud. Niet meer over wat gebeurd is, maar... Ja, als we nu kijken naar de eerste crisis waar we het nu over gaan hebben, is natuurlijk de coronacrisis, waar we nu in zitten. Al bijna een jaar. En als we het dan specifiek richten op jongeren, gaat het natuurlijk gewoon bar slecht met ons. Ons hele sociale leven is weggevallen. We kunnen veel minder goed studeren dan voorheen. Het studentenleven speelt zich af op je bureaustoel achter je laptop. D66 houdt natuurlijk vol dat jongeren erg belangrijk zijn. Het is natuurlijk wel gewoon een jongerenpartij. Maar als we kijken naar het afgelopen jaar, sinds 15 maart. Wat heeft D66 dan concreet gedaan voor jongeren, behalve het avondklok half uurtje? Ja, veel meer dan dat inderdaad. Dat heeft misschien de meeste pers gehaald. Dat is het jammere soms inderdaad ook aan die periode van verkiezingen. Dan wordt alles gereduceerd tot één ding. En het is niet Rob Jettes half uurtje. Ik denk, we gunden dit aan iedereen en wij wilden natuurlijk veel meer. Maar als je een stapje terugneemt, wat hebben wij gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat de basisscholen weer op gezette tijden eerder en de kinderopvang open gingen. Of toen ze dicht moesten, dat ze weer open mochten. Wij hebben gezorgd met name voor de 8,5 miljard investering om nu die achterstanden ten dele te kunnen inhalen. Ik heb geen enkele illusie dat dit de oplossing is voor het opgelopen leed.
de achterstand, je mentale gestel, de eetstoornissen onder jongeren. Nou, en natuurlijk de leerachterstanden voor veel jonge mensen. Of het nu kinderen zijn of jongere mensen. Dit is alleen maar een brug. Wat we ook hebben gedaan, dat wij blijven zeggen dat er meer ruimte moet komen, zoals de testen nu bij een paar universiteiten. En het openen van locaties. Van ga nu weer eens testen. Sorry, testen met testen, universiteiten? Testen op universiteiten om te kijken of ze weer op een andere plek, dat er meer ruimte kan worden gecreëerd, dat studenten wel weer naar de hogeschool kunnen. Of het wetenschappelijk onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld de mbo-studenten. Het is dankzij onze druk dat er nu eindelijk weer ruimte is voor 1 dag per week. Dat er wordt gekeken naar compensatie voor de stageplekken. Weet je, het is een heel pakket waar je moet kijken als ik binnen onderwijs blijf. Daarnaast hebben wij natuurlijk ervoor gezorgd, want er zijn weinig andere partijen die zich echt zo spreken voor kunst en cultuur als wij, dat daar ook gewoon financiële ondersteuning voor komt. Weet je, iedereen kijkt meteen, economie is bedrijven, de horeca. Die zijn allemaal superbelangrijk. Maar als de stem van D66 er niet is om ook naar kunst, cultuur en de hele onderwijssector te kijken, dan was het impact veel minder geweest. Dus wat hebben we gedaan? Een aantal maatregelen en wij zoeken altijd de rek op waar het mogelijk is. Want ik vind dat de impact een jaar na de coronacrisis, de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het virus, die zijn minstens even groot, zo niet groter, dan de medische gevolgen. En je moet integraal afwegen. Ja, maar die testlocaties op hbo's en wo's en het deels openen van mbo's, dat is misschien, dat is vorige week gebeurd, toch? Of sinds gisteren is dat aangekondigd? Maar we praten er al maanden over. Weet je, je kunt niet alles helaas aan de buitenkant zien, waar wij aan de binnenkant voor strijden. Je hoort dan alleen, kun je horen wat Rob Jetten doet in het parlement. Want die praat erover, we spreken erover, wij voeren de druk op. Wij kijken overal waar de ruimte is. Maar niet alles wat besluit, omdat in alle fases van het virus natuurlijk ligt er een OMT-advies. En dat is voor alle politieke partijen is dat ontzettend belangrijk. Natuurlijk omdat dat de eerste inschatting is van de gevolgen van het virus. Voor het ziektebeeld, voor de IC-bedden, voor de capaciteit. Ja, daar kunnen wij niet als amateurs zeggen van ja, dat is leuk en aardig, maar even niet belangrijk. Wij proberen alleen binnen een veilig gezondheidsbeleid door corona te kijken wat er nog wel kan. En dat zijn al die openingen. Ik kan niet helemaal over een jaar terugkijken en zeggen, toen 3 maanden gingen die scholen open, dat is dankzij ons. Maar er wordt automatisch al in de ministerraad en elders, als we beginnen met het handje opsteken, dan weet iedereen al wat we gaan zeggen. Wat gebeurt er voor studenten? Hoe zit het met nu het extra jaar om je studie af te maken? Dat hebben wij geregeld. Een verlenging van de OV-regeling, dat heeft D66 geregeld. Natuurlijk nu ook met de plannen om niet alleen langer te mogen studeren, maar dat je ook minder ervoor hoeft te betalen. Ja, dat zijn allemaal dingen die er niet zouden zijn geweest. Dat weet ik heel zeker als D66 daar niet enorm veel druk en nadruk op legt. Iets anders wat u nu heeft voorgesteld is het maatschappelijk en economisch team. Mm-hmm. Om dat tegenover het OMT te zetten. Wat is dat precies? Nou, dat is iets waar ik net eigenlijk al over begon. Het is een andere vorm van onafhankelijke advisering. Om te kijken, oké, hier ligt een advies, medisch advies, virologisch advies. We weten dat we dat misschien moeten doen. Maar misschien is je keuze anders als je het vergelijkt, als je het besluit wat je neemt op basis van advies, als je dat afweegt tegen de maatschappelijke economische gevolgen, dus ook de psychische gevolgen, de achterstanden die je oploopt. Misschien maak je dan een andere keuze en maak je een andere risico. Wie zit daar in zo'n met dan? Wat zeg je? Wie zou u in een met willen hebben? Of in de met? Ik heb, nou, ik denk aan bijvoorbeeld een Robert Dijkgraaf, de planbureaus sowieso natuurlijk, Kim Putters en de anderen, maar ook een Louise Fresco, een Robert Dijkgraaf. Er zijn een aantal andere namen die dan voorbij komen. Mensen zoals bijvoorbeeld Kim Putters, die heeft toch al die ziet u toch al heel veel. Die zien we heel veel, maar je hebt misschien het nieuwe voorstel van de planbureaus gezien. We hebben nu inderdaad, ook omdat D66 er al een tijd over praat, en ik heb het vorige week heel erg naar buiten gebracht, zijn nu de planbureaus hebben naar voren kunnen stappen om te zeggen, wij willen op een andere manier inderdaad gaan adviseren. Dus er wordt nu eigenlijk vormgegeven aan het plan van de MET wat D66 had. Ik wil zelf dat het nog een beetje verder gaat. Dat je gaat kijken naar eigenlijk een uitruil. Als je keuze A maakt, zijn de gevolgen dan C? Oh, dat willen we niet. Misschien doe ik toch iets anders met A. Alles is een risicoafweging. Is het echt een uitruil, een trade-off tussen twee dingen? Nee, het is niet een 1-op-1 uitruil. Je kunt gezondheid niet uitruilen voor 2 dagen naar school, bij wijze van spreken. Maar als je een
wel overwogen risico neemt, dat ken ik ook uit mijn ervaring in veel crisisgebieden, dan kan je er anders naar kijken. En de maatschappij, en dat is ontzettend belangrijk, die wil gewoon meer ruimte. En als we kijken naar jullie leeftijdsgenoten, ja, dan moeten er echt dingen gaan veranderen. En dat is mijn ervaring en ook mijn perspectief. Ik wist gewoon dat dit belangrijk was. Maar voor alles komt een moment. En soms kun je te vroeg agenderen. En nu is, denk ik, de brede maatschappelijke urgentie ook door iedereen gevoeld. Maar wij komen hier niet van vandaag op gisteren mee. Hier hebben we het al maanden over. Het grootste probleem die er nu is echt een beetje een gebrek aan perspectief. En ook een beetje machteloosheid. Wanneer kunnen wij weer gaan leven? Wanneer kunnen wij weer naar Into the Woods? Ja, dat is een hele goede. Dat vragen mijn kinderen mij ook. Maar het gaat om iedereen in Nederland die jong is of die zich jong wil voelen. Ik hoop zo snel mogelijk. Weet je, niemand heeft daar een echt antwoord op. Het heeft met het virusverloop te maken. Boris Johnson wel. Het tempo van de vaccinaties. Ja. We kunnen nou niet zeggen dat wij de beste... De beste strategie erop hadden, denk ik, eerlijk gezegd. Nou, we bungelden onderaan, we halen in. Maar we zijn ook nu heel erg afhankelijk gewoon van de beschikbaarheid van het vaccin. Dus ik hoop tegen de zomer. Maar wat ons betreft, wat ik al eerder zei, als het virus een beetje onder controle komt, dan willen wij nog veel meer ruimte zoeken voor jonge mensen, omdat jullie veel te lang hebben moeten wachten. Ik zeg dit niet vanwege mijn kinderen, maar ik zie het. Ik heb 4 kinderen in de leeftijdsgroep 18 tot 25. Nou, die hebben dezelfde klachten als jullie allemaal. Alleen ze kunnen mij direct vinden. Maar dit gaat op of voor alle jongeren. En mijn zorgen is met name degene die depressief thuis zitten, die geen geld meer hebben, die misschien van de studie af hebben moeten haken omdat het financieel niet meer ging, die reddeloos en radeloos in mijn kamertje alleen zitten en die gewoon geen toekomstperspectief meer zien. En daar moeten we versneld actie voor ondernemen. Ja, nog één korte vraag die mij nu net te binnen schiet. Jullie zijn natuurlijk best wel een pro-Europese partij. Ja. En u heeft het net over de beschikbaarheid van de vaccins. Schrok u dan niet van die misstap van Ursula von der Leyen van laatst? Nou, ik schrok enorm eigenlijk in het bredere vlak dat we natuurlijk als Europa het nu echt even op dit moment niet waar hebben kunnen maken. En het is juist zo belangrijk, want je ziet juist door de pandemie dat je als land alleen niets of weinig kan. Dat we geopolitiek en economisch met Europa verder moeten. Dus dit is eigenlijk voedsel voor de Europa-haters, zal ik maar zeggen. En dit is gewoon een ontzettend jammer moment. Maar de vaccinontwikkeling en de doorstap nu, als we dat allemaal weer recht kunnen trekken op Europees niveau, zal ook laten zien dat we het alleen maar op Europees niveau kunnen trekken. En ik kijk uit natuurlijk gewoon naar de samenwerking met Biden. We kunnen ontzettend veel doen op het gebied van klimaat, de economie en natuurlijk ook de geopolitiek. Ja. Oké, we gaan weer even terug naar Nederland. Naar onze studentenproblemen. Laten we beginnen met het leenstelsel. Ja. D66 was in 2015 voor het leenstelsel. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het een gefaald politiek experiment is. Nu willen jullie wel weer in zekere zin een basisbeurs terug. Ja. Maar hoe kan het nou dat in 2015 de partij die zich het meest profileert als een jonge partij nou... Tegen de basisbeurs was en voor afschaffing van de basisbeurs. Ja, weet je, in 2015 werd er inderdaad was de aanname dat, en het is ook een vanuit gelijkheid in feite of eerlijkheid, kan niet zo zijn dat de bakker en de slager en hun kinderen die misschien dan op dat moment niet wilden studeren, iets anders wilden doen, moeten meebetalen voor studenten uit rijke gezinnen die eigenlijk dat geld niet nodig hebben. En de tweede aanname was dat daardoor veel meer studenten die nu misschien een economische barrière voelden en dus niet gingen studeren, dat door te kunnen lenen, diegenen die het geld nodig hadden, het leenden. En dus het een eerlijkere afdracht in feite was. Dus de belastingbetaler die betaalde alleen voor degene die het nodig hadden. Nou blijkt dat gelukkig heel veel studenten zijn gaan studeren met het leenstelsel. Maar tegelijkertijd genieten ze niet genoeg van de studie. Ze halen er niet genoeg uit hun studietijd, want ze moeten veel te veel werken. En er is veel te veel druk wordt te ervaren. En men maakt zich enorme zorgen voor die enorme schuldenlast die zich ophoopt. Ja, en dat is beangstigend. Dus de les, toen het werd aangenomen, het leenstelsel, werd er gezegd na 5 jaar... want alle partijen bijna waren voor, gaan we kijken of het heeft gewerkt. Nou, de conclusie is nee dus, vanwege alle dingen die ik noemde. Dus dit is inderdaad iets waar wij ook zeggen, nou, dat heeft dus niet gewerkt. Heeft eerlijk gezegd het omgekeerde effect soms gehad. We moeten er vanaf, we willen weer een basisbeurs.
En een extra €400 bovenop voor diegene van wie de ouders... Hoe groot is die basisbeurs? De basisbeurs is €300. Je krijgt een halvering van de zorgpremie. Dus die gaat dan van 100 naar €50. En je krijgt, als je uit een laag inkomen of middeninkomen komt, je ouders... of je kunt het sowieso niet redden, krijg je nog een €400 daar bovenop. En andere studenten kunnen na de €300 basisbeurs kunnen gewoon weer blijven lenen. En dat is eigenlijk een veel evenrediger systeem. Dat is helaas een les die we met z'n allen hebben moeten leren. De andere bijvangst is wel dat het geld wat geleend is terug is gegaan naar het onderwijs. En het blijft daar ook. Want natuurlijk de wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van het onderwijs op de universiteit... Sorry, het geld wat geleend is, gaat terug naar het onderwijs? Ja, het geld wat destijds uit het leenstelsel werd terugbetaald... Ja. Dat ging terug als een financieringsbron naar de onderwijssector zelf. En dat blijft. Dus maar daar zijn toch ook niet alle veranderingen doorgaan? Wat zeg je? Alle veranderingen die universiteiten en hbo's zouden moeten doen... die zijn niet allemaal doorgevoerd, toch? Welke denk je aan bijvoorbeeld? Nou, ik kan het niet zo precies noemen, maar ik weet nog wel dat daar best wel wat gedoe over was en dat er toen foutjes zouden komen. Nee, maar we hebben het even over het grote bedrag. Dat is teruggegaan naar de hele sector onderwijs, dus HBO en de universiteiten. De vouchers inderdaad, dat heb ik net ook nog even na laten zoeken. De vouchers inderdaad, daar is het volgens mij niet helemaal goed gelopen. Daarom willen wij nu gewoon dat de studenten die tussen wal en schip zijn gevallen... stel je hebt geleend en nu komt er een nieuw systeem hopelijk... dan ben jij niet degene die baat heeft gehad bij het nieuwe systeem. Dan willen wij dat er een €4.000 aftrek komt. Het is te weinig, maar het is een compensatie voor het verleden. Geen enkele andere partij stelt dit voor. ChristenUnie. Ook €4.000. Ja, maar niet alles is een andere partij. Niet alles is een 1-op-1 compensatie. Nou, kijk maar naar het gehele onderwijsplan van de ChristenUnie. Het kan niet toppen, denk ik, aan dat van D66. Maar hoe is die prijs dan betaald? Want als ik kijk naar mijn studielening, ik open die pagina. Kijk ook maar niet. Mijn zoon doet het af en toe veel te veel. Dus net zoals ik op de weegschaal sta. Dat is niet goed. Nee. Ik ken het probleem. Maar hoe is dat bedrag bepaald, die €4.000? Waar komt dat vandaan? Dat is berekend door de onderwijsexperts. Ja, het is een verdubbeling van de voucher. Die had €2.000 moeten zijn. Nou, dat is inderdaad, dat is nooit echt uitgevoerd. En wij willen gewoon dat het €4.000 is. Om nou te zeggen, dat is een super bedacht bedrag. Nee, je moet ergens een mate van een bedrag meten. Maar als je kijkt naar het gemiddelde lening die uitstaat bij studenten... komt dat neer op €25.000. Dus het is in feite een genomen percentage. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die in dezelfde stad wonen als de universiteit... hebben en nog bij hun ouders blijven en niet gaan lenen of wat gaan bijwerken. En dat mensen die dus wel moeten reizen... mijn ouders wonen niet dicht bij Amsterdam, ik studeer hier wel... ik heb hier dus best wel veel moeten lenen. En je moet echt... Ja, mijn ouders konden ook niet allemaal meebetalen. Nee. Dus dan moest ik echt gewoon maximaal lenen. Ja. En dan studeer je een aantal jaar. Nou, dan zit je echt wel over die €25.000 heen. Dus absoluut. Dat gemiddelde... Er zitten gewoon mensen die niet lenen... en mensen die wel lenen. Dus de standaardafwijking dan, hè, die is heel groot. Ja. Dan is €4.000 echt niks. Nee, het zijn natuurlijk absurd hoge bedragen. Zeker als je in de toekomst wilt gaan lenen en hypotheek wilt afsluiten. Ja. Maar daarom trekken wij die lijn ook door. Wij willen sowieso dat je voor jonge mensen bij een hypotheek... dat je het over een 40-jarige periode kunt terugbetalen. En dat natuurlijk de rente op je studieleningafbetaling heel laag blijft. En het derde natuurlijk dat het veel minder mag meetellen... in de berekening hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Dus je moet alles zien in een totaalpakket. Maar je moet ik kan het niet perfect voor je maken. Dan, je maken. Ik kan niet zeggen alle schulden weg... iedereen een gratis iets huis. Meer dan €4.000, dat kan toch wel? Dat is kan er ik toch niet wel? Doen. Nou, ga daarvoor lobbyen, zou ik zeggen. Maar geen enkele andere partij is er zelfs een voorstander van. Dus weet je, dit is ook dat is natuurlijk net zoals het dagelijks leven. In de politiek moet je ook een paar compromissen kunnen sluiten. Maar als je weet dat je terugbetaling op een heel lange termijn, 30 jaar termijn is... als je ook weet dat je studeert en hopelijk een redelijke baan kunt vinden... die een redelijk salaris biedt... en je weet dat je dat je voor je hypotheek... een deel van je studielening niet meer mag meetellen... dan ben je veel beter af dan de startfase van het leenstelsel. En zeker nu partijen van het leenstelsel af willen. Maar ik ben een beetje eens. Er is een groep studenten die zal zich heel getroffen voelen. Ja. Absoluut. Dat herken ik ook, dat weet ik. Ja. En wilt u zich daar hard voor maken? Meer dan Ik zal me daar zeer zeker ook hard voor maken. Maar ik geef alleen wel een winstwaarschuwing. Aangezien wij daar bijna alleen in staan, samen met de ChristenUnie... weet ik niet of alle andere partijen dit zullen steunen. En dan zul je keuzes moeten maken. Maar het is een heel belangrijk punt. Daarom staat het al in de partijprogramma's van twee politieke partijen. Overigens willen wij van het hele toeslagensysteem af. Ja.
Dat lijkt me een heel interessant gesprek, maar daar willen we het nu niet over hebben. Voor onze achterban is dat... Maar dit zijn allemaal onderdelen van het toeslagensysteem, ja, hè? De zorgpremie, ja, en het leenstelsel. Ja, ja, snap ik, ja. Laten we doorgaan naar de arbeidsmarkt. Want als wij straks willen gaan werken, dan wordt het heel moeilijk. Vooral nu tijdens corona. Ja. Het is echt ontzettend moeilijk om nu een baan te vinden. Heel veel bedrijven die... Ja, ze gaan ook op de fles. Ja, ja, precies. En wat gaat u eraan doen? Hoe gaat u meer werkgelegenheid creëren? Nou, je hebt natuurlijk het macro-verhaal. We willen natuurlijk ervoor zorgen dat de economie aantrekt. Dat doen we natuurlijk door te blijven investeren. Dat doen we natuurlijk ook door ervoor te zorgen dat bedrijven hun plek nog steeds kunnen vinden in Nederland. Maar we willen sowieso het minimumloon omhoog. We willen ook dat de belastingen op werken, dat omlaag gaat. En wat ik al eerder zei, dat vermogens zwaarder worden belast en de vervuiler zwaarder belast. Want dan heb je geld dat weer terugkomt in de staatskassen en dat kunnen we goed inzetten. Verder ben ik er ontzettend van overtuigd dat we het groene herstel en aanpak van de klimaatcrisis moeten gebruiken om ander type banen te helpen organiseren. Dat vergt een sturende hand van de overheid. We kunnen de staatsschuld verder laten oplopen. Het is nu belangrijk dat we niet gaan bezuinigen, maar juist nog geld uitgeven om de bedrijvigheid weer terug te krijgen in de economie. En dan komen die banen, die komen er ook weer. Dat klinkt wel wat meer langer termijn. Het is niet langer termijn. Dit is al vanaf het nu tot de komende 2-3 jaar. Dat is niet langer termijn. Weet je, als je nu bijvoorbeeld ervoor kiest dat je investeert in groene waterstof en je trekt een paar bedrijven daarvoor aan in bijvoorbeeld de provincie Groningen en in Friesland, dan creëert dat banen. Dat is heel concreet. Als je ervoor zorgt dat mensen meer overhouden aan het eind van de maand, omdat de belasting lager is op hun salaris, dan is er meer ruimte. Je maakt het ook makkelijker, wat we ook doen voor bedrijven, om mensen als ze bijvoorbeeld langduriger ziek zijn, om na een jaar eerder te laten gaan. Daardoor is het aantrekkelijker voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Ja. Dus we doen alles ervoor om ervoor te zorgen dat mensen kunnen werken en diegenen die niet werken een bijscholing kunnen krijgen om van werk naar werk te gaan. Of bijvoorbeeld, wat je nu ziet bij veel mensen die in sectoren werken waar gewoon de banen verdwijnen. Mm-hmm. Of op de luchtvaart. Je ziet heel veel mensen die krijgen scholing om de zorg in te gaan of het onderwijs in te gaan. Je moet heel erg gericht kijken, niet alleen waar de banen zijn, maar hoe je mensen kunt ondersteunen om hun baan te vinden. Ja, en als ze dan eenmaal een baan hebben gevonden, dan is de kans heel groot dat dat een flexcontract is. Nederland is het grootste flexland van de Europese Unie. Ja. We bevinden ons in een moeras van flexcontracten. Ja, we zijn helemaal doorgeslagen daarin. En je weet ook, Wouter Koolmees heeft daar enorm voor gestreden. Om dus, dat zeggen trouwens bijna alle partijen, ja, omdat het zo is doorgeslagen. En omdat het ook weer mensen heel ongelijk op de arbeidsmarkt zet tegenover elkaar. Dat flex veel minder flex moet worden en je moet veel eerder kans krijgen op een vaste baan. En dat is echt volgens mij ook iets waar je politieke afspraken heel snel over moet maken. Mm. Bij de formatietafel. Hoe wordt flex minder flex? Nou, je gaat het gewoon veel moeilijker maken. Sowieso, flex is nu te goedkoop. Voor werkgevers wordt het veel te makkelijk gemaakt om iemand eigenlijk flex aan te nemen. Want ja, de vaste lasten op een vaster contract die zijn dusdanig hoog. Ze denken, weet je wat, ik zie er vanaf. Dus je moet werkgevers meer laten betalen. Maar eigenlijk werp je een soort barrière op. Mm-hmm. Meer laten betalen voor een flexwerker. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat die flexwerker ook qua sociaal pakket veel beter is verzekerd. Dus het vangnet onder dat flexcontract moet beter worden. Dat worden verplichtingen. Dus je doet een soort ringfencing, zoals dat heet, van beide. En hier is gelukkig wel bredere politieke overeenstemming voor, omdat we natuurlijk allemaal wel zien, nu ook in die coronacrisis, mensen verdienden misschien best redelijk met flexcontracten, maar ze kunnen hun huur niet meer betalen of de hypotheek niet meer bijhouden. Ze staan als eerste op straat. Ja. Als laatste ingehuurd, als eerste op straat. En dat moet echt veranderen, want niet alleen de economie wordt er sterker van als je dat aanpakt, maar ook de maatschappij. Ja. Want je hebt anders een soort contractuele ongelijkheid en daar hebben we zelf als politiek een rol in gehad. U noemde net al de huren en de hypotheken. Dat is natuurlijk voor studenten en voor starters een enorm groot probleem. Dat is verschrikkelijk. Ja. Wij studeren allebei in Amsterdam, maar het vinden van een kamer die een beetje te betalen is, verschrikkelijk. Is echt niet normaal. Nee, klopt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor starters die graag een huis willen kopen. Dat is eigenlijk in principe onmogelijk. Wat gaat D66 hieraan doen? Nou, een aantal dingen. Als je het grotere plaatje is natuurlijk dat we moeten bouwen. Dus we hebben 1 miljoen huizen te bouwen tegen 2030. Maar op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat, zeg je, 1 miljoen woningen. Ja, okay. Ja, woningen, ja.
En op korte termijn moeten sociale huurwoningen voor veel mensen die daar ook niet in kunnen komen, maar die wel nodig hebben, daar moet heel erg bijgebouwd worden. We moeten ervoor zorgen dat we veel flexibeler bouwen. Dus dat je denkt, als je keuzes maakt en land toekent, dat je zegt, nou, er moet voor studenten woningen komen, ook voor oudere mensen. Je moet veel flexibeler denken. Ik ben een groot voorstander van die pre-gefabriceerde woningen, waar veel fabrieken steeds beter in zijn. Die zijn ook duurzamer en veel sneller als tijdelijke oplossingen. En verder moet je natuurlijk ook voor zorgen, wat we eerder al zeiden, dat je door de huisjesbeleggers, om daar de belasting bij aankopen hoger te maken, ga je ook een beetje die verschrikkelijk prijsopdrijvende werking van de markt ga je tegen. De belasting voor starters wordt 0%. Dat is nu al het geval. Dat is afgesproken deze regeerperiode. Dus je betaalt geen startersbelasting meer. Dat scheelt ook nog best wel een bedrag op de eerste aankoop van een huis. Nou, de hypotheek hadden we het net al over. Ja, er zijn nog een aantal andere maatregelen. Even over bedenken. Het bouwen. Want dat zegt eigenlijk iedere partij. Iedereen zegt dat. Ja, ja. Want het woningtekort is natuurlijk veel te groot. Maar ja, goed. Uw collega, die had het bewind onder zich. De afgelopen jaar. Ja, en die heeft ook de laatste 2 jaar een bouwrecord neergezet. De achterstand, die is opgelopen. De laatste jaren onder Rutte 1 en Rutte 2 met andere partijen, die is gigantisch. En het probleem is, er is geen regie meer in Nederland. Dus wij zijn ook voorstander van toch een ministerie van wonen. Waarbij je dus land kunt toekennen. Want het moet wel een beetje centraal geregeld worden. Je moet gemeentes ook meer ruimte geven om huisjesmelkers, om het zomaar te noemen, tegen te gaan. Om bepaalde aantal woningen toe te kennen aan bevolkingsgroepen die zoekend zijn. Dus je hebt veel meer een sturende werking nodig. De zogenaamde vrije markt, nou, we hebben gezien wat dat heeft opgeleverd. Een groot woningtekort, alsof we uit de Tweede Wereldoorlog komen. Dus een ministerie van Wonen die het centraal gaat regelen en dan samen met gemeentes gaat kijken. Samen met gemeentes. En met fiscale regelingen. De financieringen regelt en met fiscale regelingen. Je moet een totaalpakket neerzetten. Er is nooit één oplossing. Nee. Ja. Nee, één maatregel die een hele oplossing geeft. Dat bedoel ik. Ja. In de coronacrisis is natuurlijk onwijs veel geld ook uitgegeven door de overheid. De staatsschuld groeit. Ja. En op een gegeven moment moet dat door iemand, of tenminste door een groep mensen, waarschijnlijk wij, terugbetaald worden. Vinden jullie dat niet oneerlijk? Nou, weet je, gelukkig is het zo dat als je kijkt, dat meestal de staatsschuld berekend wordt over een hele lange periode. We zitten nog steeds de komende jaren, zelfs al geven we meer geld uit wat nodig is om het herstel aan te wakkeren, dan zitten we nog onder het EMU-percentage. En alle economen zeggen dat we nu moeten investeren en dat we het echt op termijn op een verstandige, rustige manier kunnen terugbetalen. En niet op een manier waar jij inderdaad impliciet aan refereert, alsof het een enorme, weet je wel, vooruitschuiven van een ballast zou zijn aan jullie generatie. Dat is niet verstandig. Het zou hetzelfde zijn als de klimaatcrisis nu niet aanpakken en zeggen, nou ja, het komt wel, want het is niet zo warm, niet zo koud en het wordt anders een beetje duurder. Laat het maar aan de volgende generatie over. Alle keuzes die nu gemaakt worden, dat is niet doorschuiven naar de volgende generatie. Dat is investeren zodat je kunt herstellen en dat je nooit toekomt aan een rampenscenario waar jij aan denkt. Ja, oké, maar ik bedoel, ooit moeten die investeringen toch terug worden betaald? Maar het is niet op de ene van de andere dag. We hebben het over periode tot 2060. Nee, maar goed, mensen die nu oud zijn, die kunnen nu, die gaan waarschijnlijk niet heel veel meebetalen aan die aflossingen van de staatsschuld. En wij hebben nog heel lang te leven, hopelijk. Als coronavirus dat ons niet... Dat wens ik jullie wel toe. Ja, ja. Dankjewel. Dank ik hoop ook 95 te worden, dus ik doe ook nog mee. Ik gun het u van harte. laten we doorgaan. Terug, ja. Nee, je had nog een vraag over het afbetalen. Nou, wat ik eerder zei, dit is je hoeft niet te doen alsof we nu opeens van, oh, daar is de rekening, nou, €2000 per jaar erbij voor jou en voor jou. Zo is het natuurlijk helemaal niet. De voorspellingen van een langdurig herstel, die zijn heel moeilijk te maken. We moeten eerst kijken hoe we deze periode doorkomen. We moeten nu lenen. Wat we zeker weten is dat we nooit gaan herstellen als we nu niet grootschalig investeren. En dan betaal je nu de rekening van de gevolgen van het coronabeleid bovenop alles wat jullie ook al hebben moeten offeren. Op lange termijn is dit de verstandigste koers. En het worden niet gigantische bedragen, alsof je inderdaad een soort onafbetaalde rekening krijgt doorgeschoven. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet macro-economisch. Maar kunt u dan onze luisteraars al op dit moment geruststellen dat wij dus niet de generatie zullen zijn die uiteindelijk alle kosten zullen moeten dragen van deze crisis? Want dat is wel een gevoel wat leeft. Ja. Spreek de eerstvolgende student aan of jongeren op straat en
weet je, vraag hem naar dat onderwerp. En het zal gewoon zijn van ja, we moeten en al deze crisis mentaal dragen. En straks krijgen we de rekening op ons bordje gepresenteerd. En de studieschuld. En de studieschuld. Dus weet je, ik vind het zijn prachtige plannen. Maar ik heb niet het idee dat het doorcijpelt naar de groep waarvoor wij nu spreken. Ja, maar weet je, ik zou ook daarbij zeggen, heb een beetje vertrouwen. Wij zijn nog steeds een goede economie, een sterke economie. We zijn een sterk land. Als we nu investeren in kennis en innovatie, dan komen er hele andere banen uit. En je moet ook, zeker op jullie leeftijd, een beetje de toekomst weer durven te dromen. We hebben ontzettend veel mee als Nederland. Dus ga niet bij de pakken neerzitten, hoe zwart het ook lijkt. En het tweede is, het wordt weer tastbaar. Maar het is meer een kwestie van volhouden. Alleen voor de coronacrisis was het al zo dat jullie generatie het niet meer zo goed zal hebben, ja, als jullie ouders, dat ben ik dan in feite, het hebben gehad. Ja, dat is zo. Want het ging al over de hele wereld en zeker in Europa ging het niet meer zo goed. Ten dele omdat we aan het vergrijzen zijn, ten dele omdat we soms een verouderde economisch model hebben, meer in Duitsland dan in Nederland. Dus nu is sowieso, staan we op een kruispunt om te investeren, om weer te kunnen groeien en op een andere manier te bloeien. Maar mijn metaboodschap is echt, heb vertrouwen. We zijn in Nederland. We zijn nog steeds de 17e economie ter wereld op ons postzegellandje. We hebben topuniversiteiten, top mbo-scholen, top hbo'ers. Geloof in jezelf. En er zijn zoveel kansen en die moeten we nu met z'n allen creëren. Ja. Maar niets komt op een bordje je aangereikt. En zo, ja, wil ook niemand groot behalve worden. De klimaatcrisis. Dus de klimaatcrisis, precies. lijkt de klimaatdoelen van 2030 niet te halen. Dat is natuurlijk eigenlijk een enorme domper voor onze generatie. Jullie zaten in het kabinet. Kunt u ons een beetje uitleggen waarom dat niet is gelukt? Nou, ik zie het iets anders. Dankzij D66 en natuurlijk de andere partijen, maar met name dankzij D66, GroenLinks en ook de ChristenUnie, is er het groenste kabinet ooit. Dat was nooit gebeurd. We hebben een klimaatwet en een klimaatakkoord. Het tempo alleen van het proberen te halen van de doelen van Parijs is mij ook veel te langzaam. De stikstofcrisis en natuurlijk de hele PFAS-kwesties zijn er nog tussendoor gekomen. Maar we gaan te langzaam. En de coronacrisis is geen oplossing voor de klimaatcrisis. Daarom zie je ook in het D66-partijprogramma dat we ontzettend ambitieus zijn. Wij zetten in op 60% CO2-reductie. Tenminste, toch? Tenminste. En we willen dat natuurlijk doorvoeren op Europees niveau. Dankjewel. Dat is ambitieus. Ja, het is ook ambitieus. Is het de enige? Want de PVD na... Precies. Ja. We laten zien hoe we dat kunnen verdienen. Hoe we de economie anders gaan inrichten. Maar we laten ook zien dat je keuzes moet maken. En dan kom ik terug aan het begin van het gesprek op leiderschap. Je moet de fossiele subsidies uitvoeren. Je moet de belastingkortingen op allerlei energievoorzieningen die vervuilend zijn uitvoeren. Je moet de vervuiler laten betalen. En ja, niet altijd een populaire boodschap, maar wel essentieel. De veestapel moet gehalveerd worden. Want zo kunnen we zowel de klimaatdoelstellingen halen. We kunnen de boer helpen richting kringlooplandbouw en ondersteunen daarin. En we kunnen bouwen. Dus ja, er zijn keuzes. Maar er zijn een aantal partijen die gewoon niet echt de harde keuzes willen maken. Mm-hmm. Want of omdat hun eigen achterban daar natuurlijk misschien conservatiever in zit. Of omdat het natuurlijk niet altijd een populaire boodschap is. Maar het is wel een hele belangrijke boodschap. En deze keuzes, hè? We hebben nog maar 2,5 kabinet tot 2030... Gaat dat lukken? Je weet niet hoe ze... Weet je, ja. Italiaanse politiek is 1 kabinet per jaar, hè? Ja, ja. Nou, mensen, ik ons eigen politieke traditie toe en stabiliteit. Maar, 2,5 tot 10. Je weet niet wat er gebeurt. Ja, okay. Ja, nou, dat is inderdaad wel waar. Maar goed, u denkt wel dat er nog genoeg tijd is om dat te doen? Of? Nou, ik maak me ontzettende zorgen. Ik denk dat de grootste crisis die we hebben deze eeuw is de klimaatcrisis. En ik heb ook in een televisiegesprek met andere vrouwelijke lijsttrekkers gezegd, dit is zoals de Amerikanen zeggen een kwestie van do or die. Als je nu niet kunt kiezen, je weet al wat je krijgt. Te warm, te koud. Vorig jaar zijn er 650 mensen meer overleden dan je seizoensmatig normaal ziet voor leeftijdsgroepen vanwege de hitte. En ga zo maar door. In andere landen zien we natuurlijk al gevolgen van klimaatverandering zijn droogte, sowieso armoede, droogte, conflict en sterfte door honger. Dus als we dat nog niet als een grote spiegel voor onszelf zien, omdat we nog zo rijk zijn, trekken we het nog. Maar wij hebben de keuze om koploper te worden of een hele
een beetje sneuwe middenmotor. Nou, dat wil ik niet voor Nederland. Ja, want afgelopen 3 kabinetten zijn natuurlijk onder Rutte's bewind geweest. Stel je voor, D66 gaat weer met VVD regeren. Hoe gaan jullie dan nog meer gas erachter zetten dat deze doelstellingen worden gehaald? Nou, voor ons is dit een ontzettend belangrijke onderhandelings. Thema is, doet bijna niet, doet een beetje af gewoon aan de zwaarte wat ik geef aan de aanpak van de klimaatcrisis. Ik denk dat we het op 3 manieren sowieso moeten aanvliegen. De urgentie vanuit de gezondheid, vanuit een kwestie van kwaliteit van leven, maar ook de samenleving meenemen en investeren, want daarin liggen echt de banen. Van groene waterstof tot auto's, tot duurzaam textiel. Mm-hmm. Weet je, alle kansen liggen daar. En alle jonge mensen, ook ondernemers die ik meeneem, bijvoorbeeld op missies of nu op digitale handelsmissies, alle start-ups en jonge mensen, die hebben fantastische ideeën. En daar ligt ook het verdienvermogen. Dus we moeten onszelf niet afremmen. We moeten sneller gaan. Maar ik ben ontzettend bang dat we de doelen niet gaan halen als we nu niet op tijd handelen. En de gevolgen, die kunnen we wel voorzien. Dit is niet een pandemie die je overkomt. Iets wat we u vaak horen zeggen is dat we eraan kunnen gaan verdienen. Ja. Ik noem net al de start-ups en de banen, de overheid. Kunnen we allemaal gewoon, het is allemaal goed. We kunnen er allemaal gewoon aan verdienen. Ja, niet allemaal. Kijk, bijvoorbeeld, het hangt ervan van je studie is natuurlijk. Als je antropologie studeert, zoek je misschien een ander soort functie. Maar je hebt een groot aantal bedrijven die door te verduurzamen en te vergroenen, kan je koploper worden. En ik zie dat als uit mijn werk als minister van Handel, dat er heel veel vraag naar is, zowel naar de producten. De consumenten, die kopen steeds duurzamer. Die willen ook weten dan hoe het is geproduceerd en wat de CO2-footprint is. Dus het is gewoon een keuze om te moderniseren, om je aan te passen en voorop te lopen. Je kunt ook achterop lopen, maar dan ga je uiteindelijk een hogere CO2-belasting bijvoorbeeld betalen over de grens. Dus het zijn nu belangrijke momenten welke kant je op wilt gaan. Maar we moeten natuurlijk ook blijven investeren in de publieke sector. Oké. Volgens mij was dat een beetje klimaat dan. Zullen we doorgaan eigenlijk naar jullie hoogste prioriteit? Want dit is ook klimaat, toch? Ja, onderwijs, klimaat en wonen. Hebben we iets anders gemist? Wij hebben natuurlijk een heel diep. Ik hoop dat je ons partijprogramma hebt gelezen. 208, meer dan 200 pagina's. Volgens mij, ja. Ja, ik denk het versterkt. Niet heel toegankelijk voor studenten. Toch? Jawel. Tuurlijk. Ja, we moeten het ook voor andere partijen lezen. Als je een boek leest, kan je ook ons verkiezingsprogramma lezen. Maar we hebben ook natuurlijk samenvattingen. Maar we hebben natuurlijk ook een totaalblik op het versterken van de rechtsstaat. En dat is investeren in de sociale advocatuur. Veiligheid op straat, maar de wijkagent. Wij kijken natuurlijk ook door de lens van repressie, van preventie, omdat repressieve maatregelen meestal een navenant effect hebben. En we willen natuurlijk ook de hele rechtsketen versterken. Ik vind het ontzettend belangrijk, want we leven in een land wat heel verdeeld is. En ik denk dat de houding in de politiek en de toon naar iedereen ertoe doet. Ja, en ik moet het niet als laatste noemen, ik had ook als eerste mee kunnen beginnen. Aanpak van racisme en discriminatie. Op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt. Hoe mensen het ervaren. Ja. Laten we nog eventjes hebben over eigenlijk een vergelijking. Tussen D66 en eigenlijk andere partijen. Dat is eigenlijk buurman en buurman noemen we dat. Wie zijn jullie buren? Als je er 2 zou kunnen noemen. Links en rechts van jullie. Nou trouwens, maakt niet zo uit. Wie zijn onze buren? Nou, we zijn misschien een soort eenling, hè? Wij zijn progressief en liberaal. Nee, dat telt niet. Dat telt niet. Twee buren. Nou, een natuurlijke buur, zeker op het gebied van klimaat, is zeer zeker GroenLinks. Mm-hmm. En ze zijn ook. Wij zijn de meest pro-Europese partij, maar zij durven zich ook nog voor Europa uit te spreken. Zijn jullie de meest pro-Europese partij? Ja. Ik heb hier laatst aan tafel gezeten met Volt. Ja, maar we zijn de meest Europese partij die al 50 jaar in de politiek meedoet. Hebben we niet een beetje een ideologische opschudding nodig? Zoals Volt? Gaan jullie geen stemmen verliezen aan hen? Misschien een paar. Ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt naar het totaalpakket van een partij. Alleen pro-Europees zijn is niet genoeg. Wat belangrijk is wat je met Europa doet. En vanuit welke plannen en welke ideeën. Ik vind trouwens Volt als idee ook hartstikke leuk. Maar wij doen natuurlijk al een aantal jaren mee. En wij blijven staan voor vernieuwing. Maar dan aan onze andere buur. Ja, dan is het als liberale partij een progressieve stemmer bij de VVD. En de liberaal bij de VVD, want die vind ik tegenwoordig wel. Die kan ik niet altijd vinden. Ver te zoeken. En dan de progressieve kiezer bij het CDA. Als je het gaat bijvoorbeeld over humaan asielbeleid. Ah, ja, maar zijn er 3. Eén daarvan, zeg maar. Dus GroenLinks en dan?
Dan de progressieve kiezer bij het CDA, denk ik. Oké. Okay. Buurman en buurman dus, echt. Ja. Ja. Oké, okay. Ik denk dat we een beetje moeten gaan afsluiten. De verkiezingen komen er bijna natuurlijk aan. Mm-hmm. Hoeveel zetels gaan jullie krijgen, denkt u? Ik doe niet aan mee, dat doe ik niet aan mee aan raden. Maar u kunt de prijs verdienen? Ja, maar dat kan me niet schelen. Oké. Geen enkele uitspraak over? Nee, okay. Nee, echt niet. Geloof ik niet in. Dus bovendien, dat is het boze oog over je afroepen. Oké, okay, nou, fair enough. Gewoon doorgaan. Ja. Er luisteren natuurlijk veel studenten en jongeren nu. Heeft u nog iets wat u aan ze zou willen meegeven op dit moment? Partijpolitiek of persoonlijk? Nou, wat u zelf wil. Eigen invulling. Ja, wat ik eerder zei. Durf te dromen. Heb vertrouwen. Het ziet er nu misschien heel moeilijk en donker uit. Maar stem. Ik hoop D66. Maar weet sowieso, als je je stem uitbrengt, als je verschil wilt in de maatschappij en voor onderwijs, voor banen en hoe we met elkaar omgaan als mensen, dan moet je echt de progressieve partijen verder helpen. Oké. Ontzettend bedankt. Ja, hartelijk dank. Ja, ontzettend leuk dat je hier was. Ja hoor, hartstikke leuk.